Yo allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik de waarheid vertellen over de ruzie. Dus ja, als je vader twee jongen, die gingen er alles van. Toen ging je wegrennen. Here in our team. Dat was hem en alle jongen die ons had geslagen. Toen ging ik hier naar toe. En hier naar binnen. Ik hoopte dat ons niet zou vinden hier ook. Gelukkig was ik weggekomen. Mijn vader, jongens hebben Mohammed toen slagen. Ik ging naar buiten. Toen had Mohammed echt keihard slag op zijn buik. Ik ging naar Ali toe gaan. Toen ik Ali had gevonden, ging ik hier weer naartoe. Nee. Met zei dat die oort is geslagen. Ging in zoeken. Hier is waar ze ons altijd lastig vallen hoor.
audio open. Ik wil laten zien. Pork eat. En toen vader meer jongens. Er vader meer jongens. En we gingen weg en af. En ze stopten niet met zoeken. De jongens slaan ons hier elke keer. Bij die Pomerplein. We hebben ook met de politie gepraat. En de politie zei... Als jullie voor last vallen, ga naar huis. Of ga... Ja, 1-2 bellen. Bij deze voor mijn plein. Kijk eens. Turn. De politie op. Ga in de promo. Daar is al cabins.
Kijk, de zomer. Dus ja. Er hebben ook veel jongens om Alice-hoeven-poort afgepakt. Hier ook. Bijna kapot gemaakt. Dus ja. Turn. Ze hebben ook steeds iets scherps waar ze niet kunnen verdedigen. Sam, Jamie, I. This guy. The police chief, Sam and Jamie are so close. Also, onze vriendje Slaan. Borders of straw. We hebben ook een keer dat Sam en Jamie vochten. Toen ze geen schaap kunnen hadden. En wat begonnen. Dus ja, hier is al de informatie. Abonneer en volg mijn kanaal. Don't forget to hit that like the video. En bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.